wij moeten zorgen dat we niet een pak slaag krijgen. Wat AZ vorig jaar gebeurd is. Want dan valt iedereen over ze heen. In mijn optiek toen al onbegrijpelijk. Want dat zijn nou eenmaal de verschillen en de verhoudingen. Wij moeten zorgen dat dat ons niet overkomt. Maar zelfs dat wordt een pittige uitdaging. En daarmee zeg ik niet, want dan ga ik weer de negatievelingen over me heen krijgen, dat wij daar al naartoe gaan om de schade te beperken. Nee, we gaan voor het maximale. Kunnen we een sneaky overwinning halen? Gaan we dat doen. Is een gelijkspel het maximale? Gaan we dat doen. Moeten we dat doen. Is het schade beperken het maximale? Ja, als dat de realiteit is, moeten we dat doen. Dus ja, zo ingewikkeld is het volgens mij niet. Wat verwacht je voor wedstrijd? Ja, wel heel lastig. Hè? Want zij zijn er al. Ik denk dat ze een aantal mensen in zullen doen die misschien hun kans willen pakken. Dus je krijgt nooit een makkelijke tegenstander. Of ze nou met de basis zelf beginnen, zoals we zeggen. Of met, in hun of in jullie ogen misschien wel een tweede selectie. Maakt niet uit, kwaliteit is het altijd. Ja, want de eerste wedstrijd aan het begin van de Europese campagne speelden jullie best goed, maar verloren jullie toch. Hoe ga je dat nu anders doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat jullie niet van dat soort eigenlijk knullige tegengoals tegenkrijgen? Ja, ik denk dat daar ook een simpele verklaring voor is. Kwaliteitsverschil dwingt vaak fouten af. En we hebben fouten gemaakt in de wedstrijd. Ja, en we hebben zelfs momenten gehad dat we met Bruns de 3-1 kunnen maken. Feit is, zij gaan wisselen, komen nog sterkere spelers erin, dwingen ons de fouten af. Ja, dat is, op dit moment zijn dat de verhoudingen. En nogmaals, ik weet niet waar mensen aan denken, hoor, wat wij daar kunnen gaan doen. Feit is dat wij voor het maximale gaan. Maar ik ben geen dromer.